Het tourschema voor 2001 wordt meteen aangepast. De rally in Bulgarije wordt afgezegd. En er wordt door Future World een compleet nieuwe Corolla World Rallycar opgebouwd met joystick. Half juni is er opnieuw een afspraak in Kroatië om eenvoudig punten te scoren voor het Europees kampioenschap 2001. Maar Teunissen is niet de enige Nederlander in Kroatië. Er is een andere landgenoot van de partij, Mark Breyer. Dit seizoen in RTL Rally Report 3 afleveringen van Dutch Duel. Het gaat daartussen de twee snelste Nederlandse rallyrijders van dit moment. Rocco Teunissen met de Toyota Corolla World Rallycar en Mark Breyer met de Subaru Impreza World Rallycar. Beide mannen komen elkaar dit seizoen 3 maal tegen. 1 keer in Nederland in september, 1 keer in Duitsland dit weekend. En een maand geleden was er het eerste treffen ver weg van Nederland in Kroatië. Wedstrijd meetellend voor het Europees kampioenschap. Eerste ontmoeting van het seizoen. Links Mark Breyer, rechts Rocco Teunissen. Het is vrijdagochtend 8:30. Dit is de eerste proef. Beide mannen kwamen elkaar in het verleden al tegen, maar het was steeds Rocco Teunissen. Teunissen die trouwens voor de eerste maal in Kroatië rijdt met de revolutionaire joystick in zijn Toyota. Het zogenaamde schakelen vanaf het stuur. Breyer heeft een veel gedateerde auto en schakelt nog gewoon met de versnellingspook. Maar het verschil is al duidelijk. In de eerste kilometer van de eerste proef blijkt dat Mark Breyer meteen vol de aanval kiest. Teunissen lijkt wat voorzichtig te openen. Breyer gaat meteen vol. In een evenement waar de Nederlanders tot nu toe altijd goed presteerden. Bert de Jong won er vorig jaar met de Subaru in een sterk deelnemersveld. Dit jaar veel lokale rijders en eigenlijk 2 grote favorieten. Teunissen en deze Mark Breyer. Agressief rijdend, op weg naar de finish van de eerste proef. En het verschil is dan opmerkelijk. 4:17:2 voor Breyer, 4:25:2 voor Teunissen. Breyer meteen een scratch, een snelste tijd en meteen 8 seconden sneller. Breyer zet iets recht wat hij het afgelopen jaar liet liggen tijdens het slot van het kampioenschap in Hellendoorn. Tweede proef van de wedstrijd. Rocco Teunissen weet op dat moment nog niet de tijd van Mark Breyer op de eerste proef, omdat Breyer een minuut later is gestart. En op weg naar de finish van die proef rijdt dan 2/10 sneller dan Mark Breyer op deze tweede klassementsproef. Kortweg gezegd, Breyer leidt nog steeds. Voorsprong 8 seconden. Teunissen wordt daar voor de eerste maal mee geconfronteerd als hij na de finish van de tweede proef bij de teamleiding komt. Antwoord van Teunissen. Ik kan nog sneller. Derde proef van de wedstrijd is een scherprechter. Een bijzonder lange klassementsproef over die typische asfaltweggetjes in Kroatië. Nogmaals, links Breyer, rechts Teunissen. Na 21 minuten komt Teunissen met start nummer 1 over de finish. Rijtijd 21:30 en een beetje. Daarna moet Breyer aan de finish komen. Maar dan komt vlak voor de finish plotseling de startnummer 7, lokale rijder met een Peugeot als tweede door. Waar is Breyer gebleven? Breyer komt er nu aan. Breyer heeft een wiel er bijna af en Breyer komt nog wel aan de finish van de proef, maar is 2 minuten langzamer dan Teunissen. En na de finish van de proef staat de Subaru stil. Het is over en uit voor de sterk gestarte Subaru-piloot. Eerste aflevering van Dutch Duel eindigt dus op klassementsproef nummer 3 van de wedstrijd. Goed, vrij spel voor Rocco Teunissen. Op jacht nog naar wat punten voor het Europees kampioenschap. Hij heeft dan al een voorsprong op de nummer 2 van ruim 2 minuten. En dus zou hem theoretisch, als hij het koppie erbij houdt, niks meer kunnen overkomen. Teunissen kan makkelijk op weg gaan naar een overwinning.
Maar wat doet Teunissen nou? Op exact dezelfde proef waar Mark Breyer eraf ging, maar nu tijdens de tweede boekel, gaat Teunissen in de fout. En dus ook de Toyota-piloot in de problemen. Hey. Zit hij goed? Nee. Het zou toch niet zo zijn dat ook Teunissen de koers in Kroatië moet verlaten? Wat is er gebeurd? Tegen een borduur aangeschoven. Iets onderstuur gehad. Teunissen heeft het wiel samen met navigator en weer mondmaats vervangen. Maar er zit geen beweging meer in de Corolla. Er is te veel beschadigd aan de ophanging. Het is einde koers voor zowel Breyer als Teunissen.